Menigeen die in de binnenlanden van Afrika woont, wil misschien van een inboorling wel eens weten wat er waar is van de bewering dat je in Amsterdam op klaarlichte dag door rovers overvallen kunt worden, dat het 's nachts op straat helemaal niet pluis is en dat je beter niet naar de schouwburg of de bioscoop kunt gaan of naar een verjaarsvisite, want bij terugkomst vind je je huis wat leeggeroofd. Wel nu, ik ben een inboorling van Amsterdam en ik kan u dat allemaal precies vertellen, vraagt u maar. Dus u wilt weten of het waar is dat wie in Amsterdam de straat op gaat door rovers wordt uitgeschud. Die vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Ik ben bijvoorbeeld in de 58 jaar dat ik in Amsterdam woon nog nooit op straat beroofd. Maar laatst sprak ik een bekende Nederlandse publicist genaamd Ischa Meijer en die vertelde me dat hij kort geleden door twee potige dieven van zijn portefeuille beroofd was bij het verlaten van zijn dure flat aan een van onze grachten. Ook is nog niet zo lang geleden mijn vrouw van haar portemonnee beroofd in lijn 4 op weg naar het Centraal Station, zodat ze geen kaartje voor de trein kon kopen en aan een onbekende meneer een kwartje moest vragen om mij op te bellen met het verzoek haar een nieuwe geldvoorraad te brengen. Mocht u ooit uit de binnenlanden van Afrika in Amsterdam terechtkomen, dan zou ik u inderdaad aanraden voorzichtig te zijn in lijn 4. Een Russische vriendin van ons is in diezelfde lijn 4 van haar handtas beroofd. Ze vroeg nog aan de dief om haar die tas terug te geven, maar dat deed hij niet. Misschien verstond hij haar niet. Wat de inbrekers betreft kan ik u het een en ander vertellen, want er wordt in ons huis ongeveer 1 keer per jaar ingebroken. We hebben geloof ik deze week onze 5e inbraak gehad. Je hebt 2 soorten inbraken, terwijl je thuis bent en terwijl je niet thuis bent. We zaten bijvoorbeeld in de huiskamer en mijn vrouw zei, er loopt iemand op de bovenverdieping, moet je niet eens gaan kijken. Onzin, zei ik, allemaal verbeelding. Maar even later hoorde ik zelf ook duidelijke stappen. Ik ging daarboven en ik zag de inbreker nog net door een raampje naar buiten verdwijnen. Ik geloof dat het die keer was dat hij een tape recordertje van 600 gulden meenam. De andere keer lagen we te bed en er werd aan onze slaapkamerdeur gemorreld. Er morrelt iemand aan onze slaapkamerdeur, zei mijn vrouw. Ga eens kijken. Ook nu wilde ik haar niet geloven. Maar toen hoorde ik dat morrelen ook. Ik zocht mijn bril, deed het licht aan, stond op en rukte de deur open om de inbreker op het ongeoorloofde van zijn handelingen te wijzen. Maar hij was al weg. Ik hoorde zijn voetstappen beneden in de gang en toen het dichtslaan van de buitendeur. We waren de vorige avond net van een buitenlandse reis teruggekomen en in mijn colbertje, net buiten onze slaapkamerdeur in de gang aan een haakje gehangen, zat mijn pas, mijn giropas en mijn girochecks. De dief had alles meegenomen en 2 dagen later kreeg ik een keurige afschrijving van het girokantoor. 20 cheques van 200 gulden had de dief verzilverd. Maar het vervelendste zijn de inbraken als je niet thuis bent. Je komt 's avonds thuis en je hele huis is overhoop gehaald. De rommel is onvoorstelbaar en je wordt ontzettend kwaad. Je zou die inbreker wel met je eigen handen willen wurgen, maar dat kan niet, want die is al lang vertrokken. De politie leeft mee, neemt een paar vingerafdrukken, maakt procesverbaal op, maar de dief blijft vrij rondlopen en komt een half jaar of een jaar later weer terug en weer haalt hij je hele huis overhoop. Een paar dagen geleden kwamen we thuis en een keukenraam dat nog nooit open was geweest, stond wijd open. Grote rommel in de keuken en de radio was weg. Maar zo kwaad als de eerste keer was ik toch niet. Je went aan die dingen, zoals u gewend bent aan de geheimzinnige geluiden van de tropennacht.